Nou, dit is derde EFC van Jumbo. Naast Den Bosch en Raalte hebben we dit EFC gebouwd in Bleiswijk. Wat wij hier doen is, wij verwerken hier al onze online bestellingen van onze klanten uit de regio Bleiswijk-Den Haag, deze hoek van het land. Nou, de Jumbo heeft als eis gehad dat hier een netwerk aangelegd wordt wat 20 jaar gecertificeerd is. Dat wil zeggen dat je daar 20 jaar lang je disciplines over kunt draaien. En in ons wereldje zie je dat het actieve apparatuur redelijk vaak vervangen wordt. Na 5 jaar is het al afgeschreven, maar het netwerk blijft meestal wel 20 jaar liggen. En een netwerk, zeg ik altijd zo, is zelfs een fundering van een huis. Je kunt een heel mooi groot huis bouwen, maar als je fundering niet goed is, dan staat dat niet. En dat geldt voor een netwerk ook. Als jij enorm dure servers of computers hebt, maar je netwerk is slecht, dan gaat het ook absoluut niet werken. Ons proces valt of staat bij een goed werkend systeem. En daar zijn ontzettend veel partijen bij betrokken. Nou, met die partijen hebben wij om de tafel gezeten hoe wij dit pand wilden gaan inrichten. Qua netwerk, qua ICT-netwerk. En daar is natuurlijk onze eigen ICT, Jumbo ICT-afdeling bij betrokken geweest. Maar ook partijen zoals een CIMAC of een IP Connecties die voor alle Jumbo-vestigingen de databekabeling verricht. Zij kennen onze structuur, zij kennen onze wensen, zij kennen onze eisen. Flexibele partij, dat hebben we ook gemerkt tijdens dit project. Dus een contactje meer of minder, geen enkel probleem. Even bellen, even overleg hebben met elkaar. En het is geworden wat het nu is.